29 jaar na zijn dood zorgt de zelfverklaarde vicentist opnieuw voor discussie. Louis Paul Boons' Feminatheek mag wegens artistiek niet goed genoeg het Antwerpse Fotomuseum niet in. Die man die zegt dus twee dingen. Het is artistiek ondermaats en er zit daar een hoop dingen in waarbij de mensen hun wenkbrauwen zouden fronsen. Die man vertelt iets waarover hij eigenlijk niks weet, want hij heeft het niet gezien. Hij kan alleen maar gezien hebben het boek dat dus bij Meulenhof Manteau is uitgegeven. Dat kan hij gezien hebben. En daar staat, denk ik, niet veel aanstootgevens in. Die man, dat is Antwerps gedeputeerde Ludo Helse. Op het eerste zicht toch niet vies van vrouwelijk schoon in de kunst. Dat zijn mensen van mijn leeftijd die foto's verzameld hebben van wielrenners, van voetballers, van andere sportfiguren. Eigenlijk is het een beetje gelijkaardig. Hè? Het is dus niet beter of niet slechter wat dat de kunstwaarde betreft. Ik zou ook morgen niet graag een verzameling chromo's uit chocolade of zo uit de jaren 50, 60 tentoonstellen in het fotomuseum. 68, dat ligt lang achter ons hoor. Het is een tijdperk en dat is het na-Dutroux-tijdperk ineens. Hè. Baf en alles is teruggedraaid. Hè. Al wij allemaal eigenlijk voor een stuk voor gevochten hebben, voor een welbepaalde vrijheid, dat is totaal teruggeschroefd. Hè. Ik zou niet graag hebben dat daar foto's tentoongesteld werden waar wij achteraf ook juridisch problemen mee kregen. Hè. Ik zie toch vaak dat men op televisie gewacht maakt van invallen bij een aantal mensen die van een pc-foto's hebben afgeladen op een bepaald thema. Wel, ja, die thematiek komt ook wel terug in deze verzameling. Maar het publiek heeft toch recht om zelf te kijken, te oordelen en al dan niet verontwaardigd te zijn. Want verbieden, dat is censuur.